Nou, ik heb Tjitske dus uitgenodigd bij mij thuis om haar beautygeheimen met mij te delen. En het leuke was, zij belde aan en ze kwam binnen en toen dacht ik al, ik heb deze strijd zo verloren. Zij komt gewoon aan met dit te leuke koffertje. En beweert ook nog dat het van haar was toen ze al 12 was. Ja, ja. Ik heb hem denk ik een paar maanden geleden gevonden bij mijn ouders op zolder. En ik was vroeger enorm een Marilyn Monroe fan. Maar hoe cool en dit kind koffertje was jij? Dit koffertje was gewoon echt, dat stond gewoon voor een ander leven. Voor Marilyn Monroe, die ik in die tijd enorm bewonderde. Nog steeds hoor, op een bepaalde manier. Want het is echt jeugdsentiment. En maar gebruik je het nu ook weer? Ja, nu gebruik ik het ook weer. Eigenlijk ben ik op zoek naar een soort ultieme koffertje. Klein handig koffertje. Ja. Ik ben eigenlijk ook weer heel erg voor de beauty cases. Heb jij een beauty case? Nee, ik ben dus heel slecht. Ik ben een rommelaar. Al mijn make-up, ik heb het gewoon net omdat ik me schaamde voor jou opgepoetst. Ik denk, jij kan toch niet zien dat ik eigenlijk gewoon een viesbeuk ben? Oh, wat goed, maar ik ben ook een viesbeuk. Maar jij hebt het wel gewoon heel vies erin gelaten, of niet? Ik heb wel heel vies erin gelaten. Nee, ik heb ook, sinds ik wist dat jij kwam, is er ook echt iets bij mij thuis gebeurd. Namelijk, ik woon echt in het omgekeerde huis. En ik wil heel graag dat Otje bij mij komt ook. Dan kunnen we lachen, want dat is echt gewoon het omgekeerde. Want hier zitten we in een soort van Amerika, Miami, grachten... Allee-achtige vibe. Ja? Ja? En bij jou? Healthy vibe ook. Healthy vibe. Heel lush. Ja. Beetje dewy. En ik kom uit een soort Laura Ashley, vintage, Vivienne Westwood. Poppenhuis. Poppenhuis. Wat steeds meer ook een poppenhuis wordt. Want ik heb besloten dat ik gewoon nu alles zeg maar ga inrichten of aankleden. Precies zoals ik het helemaal wil. En dat ga je zelf doen? En dat ga ik gewoon zelf doen. Maar laat zien, wat heb jij hier? Want we zitten hier. Ja. Want ik zei tegen jou, ik ben echt een enorme, enorme liefhebster van favoriete lijstjes. Maakt eigenlijk, mag ook over schroeven en bouten gaan. Maakt niet uit eigenlijk. Maar, alle volgende video's gaan daarover. Ja, schroeven en bouten. Maar van favoriete beauty en make-up lijstjes. Maar koop je veel make-up? Ja, ik koop heel veel, relatief veel make-up en beauty producten. En ook al heel lang, want... omdat je acteert krijg je natuurlijk heel veel spul op je gezicht. En je wil gewoon dat dat goed is en goed blijft. En dat het ook je huid nog lekker voelt als je het eraf haalt. Dus ik denk dat ik daardoor altijd heel erg geïnteresseerd ben geweest... In crèmes en in olieën en in cosmetica en in kleuren. En je hebt ook wel veel verstand. Als ik met jou spreek, dan denk ik... Oh nee, ik kom zuur met al die ingewikkelde dingen. En dan ga je me vragen stellen over mineralen en zo. Dan denk ik, alsjeblieft, stop hier met je. Dan probeer ik een flauw grapje te maken, maar vaak trap je daar niet in. Ga je er weer op door. Ja, ik vind het echt... Je bent een tough cookie te proeven. Ja. En ik wil ook wel het naadje van de kous weten. Dus ik volg een paar experts, zeg maar. Eigenlijk vooral twee Engelse vrouwen. En een Amerikaanse vrouw. En dat neem ik echt wel behoorlijk serieus. En ik zoek veel zelf uit. En ik vind het gewoon heel erg interessant. En ik wou eigenlijk vroeger dolgraag... in een blad een beautypagina. Ik wist dit helemaal niet van jou. Ik wist het echt niet. Ik wou heel graag een beautypagina. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk niet geen standaard beauty, snap je? Want ik heb ook echt enorme maaflodderdagen. Echt waar. Ja, maar dat is juist leuk, toch? Ja, maar echt gewoon dat je denkt, jezus jongens. Maar ik word echt misselijk van die mensen die perfect zijn. Die iedere dag zo mooi zijn. Nee. En ik heb je nooit vallen als je opstaat. Nee, daarom. En ik vind het ook belangrijk ook om dat te laten zien en eerlijk over te zijn. Nou, ik val mij wel op naarmate ik zelf ouder word, dat ik ophoud met ontzettend veel make-up lagen aanbrengen, maar dat ik veel meer aan de voorkant investeer in de huid. En ik hoorde dus mensen in mijn omgeving dat zeggen die ik stok oud vond, die waren dan 40. Ik dacht ook van, ach, jezus, weet je wel, die vond je dan heel oud. Maar die zei altijd, als je ouder wordt, dan ga je echt veel beter je huid verzorgen. Ja, en dat is echt zo. Ja. Ik heb ook de Koreaanse methodes geprobeerd met echt laag over laag. Ja, ik vind het ook heel fijn. Zo. Ja. Zo. Ja, ik sla mezelf tegenwoordig, het helpt. We zitten hier vanwege de favorieten en ik ben Mrs. Zijlijn. Ja, maar ik heb ook mijn... Ik voel me lullig, maar dit is dus mijn make-up tas. Waarom heb je ook mee op vakantie? Ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Super makkelijk. En ik hou dus niet van harde cases, want die vormen niet mee. Nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ja. Dit is puur esthetisch. Zullen we beginnen met de make-up of met de skincare? Of trekken we het uit elkaar? Het zijn jouw favorieten, dit is jouw onderwerp. Jij mag starten.
Nou, dan beginnen we bij de basis, met de skincare. Bij de skincare. Skincare. Ik ben dus heel benieuwd hoe jouw doosje eruit ziet als je het opent. Zo. Come on, Tjitske! Ja. In je make-up toch? Serieus? Ja, maar ja, jongens, een leven zonder yoghurtgums is als... Het zijn zo ontzettend lekker. Deze kan je niet opeten terwijl je opmaakt, toch? Nee, maar dat doe ik ook niet, want dat gaat echt niet. Maar zit er wel in je make-up? Maar die eet ik dan in mijn... Welke poeder ga ik erop zetten? Fase. Ik weet trouwens niet, hoe vind je mijn make-up nu? Mooi. Oh, ja? Ja, ik hou wel altijd dat jij een sterke lip draagt. Ja. Altijd kleur op je lippen. Ja. En het staat ook leuk met je nieuwe soort van rossige look. Ja. Oh ja, nou wat dat betreft is het... Nou, dat zie je wel. Je kan met mij geen... Denk ik ook het begin... Nou, ik ben altijd heel bang dat ik uit mijn straatje riet. Dus je hebt overal in iedere handtas en zo zitten. Ja, ja, dat vind ik... Ik heb dus niks te eten hier. Je hebt ook een voorriekgeur. Nou. Ik voel me niet lekker. Ik heb niks te eten. Ik heb geen chocola. De opdracht was, ik heb OJ de opdracht gegeven. Kies 5 skincare producten uit die je dit jaar hebt gekocht. Want we doen nog een Golden Oldies. Ja, die komt erna. Maar dit is voor dit jaar. Masker. Dus, masker. Ik heb geen... jouw concealer. Ja. Ja, die is hartstikke fijn. Met name ook als je op reis bent. Want dat weet iedereen natuurlijk al die naar jouw video's kijkt. Want 2 kanten. En het werkt heel goed. Deze kleur is goed bij mij. Wat ver, hè, denk ik. Ja. Ja. En ik vind de primer heel fijn, want mijn ogen die eten make-up nu iets minder. Maar ik heb echt jaren gehad dat er gewoon 2 monden die... Maar verschrikkelijk. Die dat het vat gewoon... Dan werd ik opgemaakt en dan werd gewoon... Ik zweer het je, 2 uur later was het dat gewoon weg. Helemaal weg. Dus ik heb een tijd heel erg me op primers gericht. Ja. En het is een goede primer voor de ogen. Wat goed. Ik heb een paar weken geleden het palet besteld, wat ik echt al heel lang wil hebben. Een oogschaduwpalet. Ja. En, want ik hou heel erg van kleuren. Ik ben heel kleurrijk. Beetje paradijsvogel. Maar ik dacht wel, ja, maar dat de grens daarvan opzoeken. Want dat vind ik ook weer heel sneu anders, weet je wel. Als je als een paradijsvogel eruit ziet. Maar ik hou wel van andere soort... Luister, Ulje had gezegd, ik dacht, dit is een kerstspecial. Dit is mijn kersttrui en ik heb een kerstbroek en kerstslippers en lekkere sokken aan. Blijkt dat dit helemaal geen kerstspecial is, dus ik zit gewoon voor lul. Want dit wordt later uitgezonden. Maar eerlijk, liep jij er echt zo bij met kerst dan? Ik ken jou niet anders dat je altijd kleurrijk bent met veel. Het is altijd heel veel. Nee, ik ga meer. Ja, het is of heel veel of zwart. En serieus. Ja? Oh. Dus ik heb vandaag, want opeens dacht ik, wat moet ik nou aan? Toen dacht ik, hoezo, wat moet ik aan? Ik heb altijd mijn kersttrui aan, want het zou kerst zijn nu. Maar ik heb dus altijd mijn kersttrui aan rond de kerst, wat het ook is, kerst. Maar je hebt ieder jaar deze trui aan met kerst? Ja. Wat handig, wat lekker. Ook, ja, dat is ook heel handig. En ja. Er zitten schoudertjes in die ik heel mooi vind. En nee, ik hou is heel prachtig. Erg van glitters. Maar je trekt niet zo'n glitter, joh. Rok. Die krijg je van met mij. Met je sweater. Dat heb ik ook beloofd. Maar je trekt dit ding dus niet aan, je truitje, als het geen kerst is? Liever niet, nee. Nee. Oké. Okay. Ik heb het in huis. Het is een de Glam Palette of Natasha Denona. Oh, wauw. Je geeft wel veel geld uit aan make-up, hè? Ja, het zijn wel allemaal heerlijke kleuren. Ik ben een make-up snopje. Oh, wauw. Snopje. Ik vind het wel een mooi palet. Is het heel duur? Het is echt een enorme diepte-investering. Maar ik wil er een paar dingen over zeggen. Is dat het... ik ga het even zo laten zien. Dat het hele mooie basiskleuren zijn, hele mooie texturen. En het is eigenlijk een palet waar je nooit zeg maar genoeg van krijgt. Nee, je kan iedere keer een andere look doen. En het zijn allemaal diffuus. Ja, en ik vind het daardoor een hele goede investering voor een lange tijd. En de pigmenten zijn gewoon, het is echt heel mooi. Het is echt heel mooi. Het is wel heel erg voor de blanke huid, hè? Ja. De witte huid. Maar ze heeft vele paletten voor vele huidskleuren. Oh, het is wel inderdaad heel mooi gepigmenteerd. Ja. En dit gebruik je iedere dag voor een andere look hiermee? Ja, maar dit heb ik nog maar net, hè? Ja, het ziet er ook netjes uit. Ik heb nu iets met een beetje geel erin. Ja, ja, ja. Maar dit is echt... Dus het is een aanrader. Wacht even. Natasha Denova. Denona. Oh, Denona. En dat is een kleine diepte-investering. Maar je hebt het je hele leven. Oh, ons blush en highlight palet. Ja, because these are my favorite colors. Zijn eigenlijk, vind ik...
bij iedereen universeel flattering. En ze zijn ook mooi boven je oog en highlight. En ik gebruik hem echt overal. Ja. Alles wat moet glanzen. Ja, en heel makkelijk, heel licht. Dus hier heb ik ook echt een hele fijne tijd mee. Maar eerlijk, ik heb jou anders ingeschat. Ik had jou dus echt ingeschat voor een cream blush en highlight persoon. Ja. Omdat ik dacht, jij bent wel vast iemand die... Kijk, er zijn een beetje dezelfde kleuren. Ja. Alleen dan in een crème vorm. Ik dacht, jij houdt ervan om lekker met je vingers. En ja, hou ik ook van. Vind ik ook heel fijn. Ja. Maar voor jou, voordat je... Want dat is een andere favoriet van mij. Ja. Is deze van Bare Minerals. Oh ja. Weet je het? Coral Cloud. Oh, dat is ook wel die gebruik ik. En die is iets... Deze is iets dikker, zeg maar. Dus als ik langer wegga... Ja. Of een langere dag heb... Maar ik heb het nog niet officieel met die van jou uitgetest. Want gisteren heb ik de persik van jou genomen op mijn wangen. Ja. Dat was heel mooi. Maar ik heb niet uitgetest op... Ja, maar deze kleur is iets meer abrikoos. Dat staat jou wel mooi bij jou. Ja, bij dat rooie haar. Maar je houdt dus wel van cream producten. Ja, heel erg. Ja. Want die vind je wel zo'n kneder. Ja, maar alleen met de ogen vind ik het wat lastiger. Omdat ik heb niet zulke grote ogen. Dus ook niet zulke grote vingers. Maar soms lukt het heel goed, dat tapping. Weet je wel, dat je lekker de hele tijd aan het tappen bent. Ik volg ook allemaal vrouwen. Een paar vrouwen. Die de hele dag... Ja, ik hou er wel van. Ja, en het heeft ook iets heel fijns. En ik vind ook daardoor in de winter een wat dikke concealer ook fijn. Hè? Omdat je dat wat meer... En je ziet ook direct wat je doet, vind ik. Ja. Met zo'n kwast is toch vaak gevaarlijk, want dan komt het overal naartoe. En met je vingers kan je het heel lokaal zo lekker... Ja, en helemaal met die glansjes, hè? Die kan je gewoon heel makkelijk meenemen van jou. Dat doe je zo, dan is het toch weer een beetje... Exact, en je kan nooit misgaan. Nee, daarom. Maar nu wil ik wat producten van jou... Nou, ik heb dus de Liquid Gold van Alpha. Alpha H. Ja. En dit is een overnight mask. En ik moet zeggen, ik gebruik maar één keer per maand. Want je hoeft het echt niet iedere dag te doen. Want ik heb daar ook geen geduld voor, joh. Nee. Maar je wordt wel veel frisser van wakker. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Maar het is eigenlijk een golden oldie. Ja, is het een golden oldie? Ja, want dit product bestaat wel al een jaar of 5, 6 of zo. Ja, maar misschien met een late adapter. Maar jij bent net pas begonnen. Ja, ik gebruik het is heel goed. 1, 2 keer in de week. Het is een exfoliator. Ik gebruik hem echt maar één keer per maand. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, tot 2 jaar geleden was ik mijn gezicht niet eens af voordat ik ging slapen. Sliep ik altijd met mijn make-up. Dus dat hele goeie is echt van de laatste 2 jaar pas. Dat ik altijd een strikt regime heb met serums opdoen, goed mijn huid schoonmaken. Ja, het is gewoon omdat je ouder wordt en omdat je denkt, oh help, redden wat ik geen geduld voor. Ik was al blij als ik mijn tanden had gepoetst. Ja, nee, dat deed ik soms ook niet voordat ik ging slapen. Nee, ik wil ook heel soms Dus dat is echt al een favoriet voor mij. En de multivitamine serum. Weet je wel, een paar... Ik maak mijn huid dus goed schoon. Ja. En dan, dat is echt mijn favoriete serum. Professionele bril op. A, E en F vitamines in. En als je trekt echt heel diep in je huid. Oh, die is van jou ook? Ja, sorry. Die is ook van mij. Nee, helemaal niet, sorry. Maar dit is een... En wat zit er in de serum? Mijn huid ziet er zoveel beter uit sinds dat ik het gebruik. Vitamine A, E en F. Nou, had je net al gezegd, ja. Ja. Maar hij trekt echt heel lekker in. En als ik dan wakker word, ben ik helemaal plam. En minder faal ook. Ik heb veel meer kleur teruggekregen in mijn huid. En wat was jouw inspiratiebron hiervoor? Zeg maar, had jij hiervoor iets waarvan je dacht, oh, ik wil dat het daarop lijkt? Of dat nee, want ik werkte met zo'n heel klein fabriekje in Nederland. Ja. En die hebben allemaal echt alle ingrediënten. Ik wil je echt een keer meenemen. Jij zei, maar dat wil ik ook echt heel graag. Maar jij komt daar niet meer uit. Ze hebben een laboratorium. Nee, denk ik ook niet. Nee. En zij hebben dus een hele goede basis ontwikkeld voor een serum. En dan kan je dus zelf vitamines bij toevoegen die je belangrijk vindt. En problemen. Weet je, als je zegt, ik heb een vale huid of ik wil iets meer een vol gevoel in mijn gezicht. Dus alles wat je daar aangeeft, zeg, oh ja, dan kan je dit het beste doen, dan kan je iets meer van dit doen. Oh, wat goed. En het zijn allemaal natuurlijke, er zitten dus geen microplastics in, het is allemaal natuurlijk, alle ingrediënten die ze gebruiken. Oh, dat wil ik ook, geweldig. Ja. Kan wat niet met heerlijk. Alles, want er zijn ook producten waar je er niet mee wegkomt om het niet te gebruiken, maar dit is dus een helemaal natuurlijke serum. En sinds dat ik hem gebruik... Dat kan toch niet zijn, bijvoorbeeld ook de ingrediënten uit Nederland? Ja, ze maken alles zelf. Ja, ze importeren wel onderdelen. Ja, dat kan niet anders. Ja, maar ze fabriceren het helemaal in Nederland. Ja, nou ja, dat is supergoed. Want daar moeten we gewoon naartoe. Ja, wat heb ik nou mee? Oh ja, ik ben dus de laatste tijd echt verslaafd aan eyepatches. Heb je dat ook? Nee. En vooral als ik mijn ogen opmaak. Sorry, ik kan dus niet zonder deze. Als ik dus oogschaduw doe, ik had altijd last van dat alles gaat dwarrelen en zo. Fallout. Ja. Nee, dat is ook zo goed in het palet. Bijna geen fallout. Fallout is een term voor...
dat je oogschaduw gaat... blur en dan weet ik veel. Viezig eronder gaat zitten. Maar wil je er een? Niet? Ja. Haal ik wel jouw concealer eraf? Nee, kom maar terug. Kom maar terug. Oh, dan maak je het opeens weer niet. Wat gebeurt er? Nee, ik heb het gewoon aan je mee. Dan kan ik proberen. En die plak je eronder? Ja, plak ik eronder. En dan, geloof me, ik krijg gewoon een instant mooier, voller... Ja, ook. Okay. Ik weet niet, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dit is altijd best wel donker bij mij. En ik heb het idee dat als ik mijn eyepatch op doe, ik heb geen geduld. Dus terwijl ik mijn ogen afmaak, dan is dit lekker aan het hydrateren. En dan is gewoon dat donkere veel minder. Ja, geloof ik meteen. En mijn wal is ook weg. Ja. En wat ik dan daarna doe, dat is iets nieuws, is doe ik dit. Hoe lijk je nu? Een heel ander gezicht. Oh, ja. Echt. Ja, en het helpt echt. Dan heb ik het idee dat alles wat er in mijn huid zit, dat ik het nog heel mooi naar de buitenkant blend. En dat al vocht nog extra afgedreven wordt. Wauw. En dit heb ik ook bijvoorbeeld. Ik doe even... Oh, die, wat grappig. Ja, dit heb ik dit jaar ontdekt. En dit vond ik echt, denk ik, de mooiste ontdekking van dit jaar. Dit is een firma dat zit in Parijs. Ja. En dat ziet er waanzinnig mooi uit. Het is een soort oude apotheek. Ja. Dan hebben ze ook de apotheekkastjes hebben ze ook op het plafond. En er werken een soort hele mooie... ik denk Japanse meisjes. Die zien er heel erg mooi, een soort Fransig uit. En die verkopen allerlei hele hoogwaardige oliën vanuit de hele wereld. Maar zien er niet uit als laboranten? Nee, ze zien eruit als in een ontzettend mooie tea room... In een kruising tussen Japan en Parijs. Oh, wat leuk. Dus en ze hebben alleen maar mooie plek. Ja, en ze zijn begonnen met kammen en borstels. Ook van hele goede natuurlijke materialen. Maar hele mooie, ze hebben hele mooie van die marmer uitziende kammen, weet je wel? Ja, van dat speciale... Die ik weet niet, van speciale benen en zo. Ja, beenderen. Ja, van die hele ouderwetse kammen. Het is al een heel oud bedrijf, is het. En wat is dit dan? En dit is frambozenolie. En frambozenolie is eigenlijk volgens mij voor heel veel verschillende huidtypen. Je gebruikt heel veel, hij is bijna op. Ja, en ik heb het de hele zomer gebruikt. In de winter gebruik ik weer andere dingen. Maar dit heb ik in de hele zomer gebruikt. Want er zit in frambozenolie zit ook een natuurlijke SPF, UVV, flaffidiflaf. Dus, en als je daar dan je UVV, flaffidiflaf overheen smeert. Waarvan ik ook dit jaar hoorde dat je dus gewoon... Twee vingers helemaal vol met zonnebrand iedere dag moeten opsmeren. Ja, dat doe ik wel. Ja, dat is wel. SPF 50 iedere dag op mijn gezicht. Ja, met dit weer ga ik smokkelen. Ja, omdat je denkt, maar dat moet ik niet doen. Maar er is geen zonlicht. Waar komt die zon dan vandaan? Ja, nee, maar dat zijn dan weer die UVB-stralen. Ja. Dat zijn andere stralen. Maar in ieder geval, dit houdt het op een natuurlijke manier. Dus mocht je heel erg tegen alles zijn in het leven... Dan kan je echt frambozenolie op je gezicht smeren. Want, het is wel vet. Ja, maar het trekt heel goed in. En het is in de zomer. Ik ben sowieso een enorme olievrouw. En hoe heet het merk? Want... Dit heet... Oh, wat erg. Dit is dus de overgang. Ik zweer het je. Het zit heel erg hoog over iets op te geven. En dan gewoon niet weten hoe het heet. Hoe lullig ben je dan? Boelie? Of is iedere frambozenolie goed? Nee. Nee, je oliewereld, daar kan ik echt gewoon zeven dagen over praten. Nou, hier kom ik op terug. Dat ja, ik kan even kijken. Het is ook zo mooi. Nou, ik ga het opzoeken. Amicaal? Nee. Parfumerie? Nou, ik wil het nu wel weten. Ja, ik kom hierop terug. Oké. Jij bent altijd heel mooi lely, wit, zo'n poppenhuidje heb jij, maar... Ik word dus heel wit in de winter. En dit is echt geniaal. Dus nadat ik mijn serum op heb gedaan, heb ik dus een self-tan water. Sinds dat ik deze heb uitgevonden. Dit is fantastisch. Hij hydrateert. Hij is niet schadelijk. En oh man, het was altijd een drama. Ik had altijd van die vlekken in mijn gezicht. Dan ging ik dus naar een rode loper event. En dan zag ik precies waar welke spraytent was en waar niet. Nou, vooral mijn handen altijd. Echt zo verschrikkelijk. Ja. Maar dit is echt geniaal. Wacht, ik spuit even. Niet... Ik voel niks. En over 2 uur ben je gewoon zo... Ben ik een soort hiawatha over 2 uur? Nee.
Ik word ook niet oranje, hè? Ik maak dit je echt af. Maak je dus niet oranje. Weet je wel, het past zich aan je natuurlijke huidskleur. Dus als jij van jezelf oranje-bruin wordt, ja, sorry, Tjit, ik heb er van niks aan. Maar het is echt heel natuurlijk. Wat en goed, ja, ik heb de olie hiervan. Ik doe dan een druppeltje olie in de zomer, doe ik er doorheen. Ja, want ik denk dan, hoe komt dit dan door de rest van mijn make-up heen en skincare? Je moet het onder je make-up doen, hè? Oh ja, nou omdat jij nu boven make-up doet. Ja, oké, om het even te laten zien. Ja, laten zien. Ik doe eerst maar serum. Ik kom straks met misschien een hele grote ontsteking thuis. Maar eerst serum en dan. Ja. En dan deze. Een paar spreetjes en dan echt de loop van de dag krijg je zo'n hele mooie glow. Oké. Je gelooft het niet? Ja, wel, want ik heb vanavond een kerstetentje. Dus met twee kerst mensen. Meer. Ja, voor mij is wel kerst. Ja. Oké, je hebt de kerst. Bovendien, hoe leuk is januari nu in deze tijd? Misschien kunnen we maar beter in de kerst blijven ook. Ja, oké, dat is goed. Okay. Heb je wel in de winter meer producten, huidverzorging dan in de zomer? Ja, oh. Ja nou ja. Ik juist wat vettere dingen. Oké. Okay. Dus ik ga echt in de winter ga ik over op. Dan, want ik ben echt heel erg eigenlijk van de oliën. Wat minder van de crèmes. Maar dan ga ik wel voor een crème of voor een overnight mask. Of voor iets in die mask. Heb je een lekkere overnight mask? Dat is ook zo leuk dat ik dat ook niet. Want ik moest een keuze maken. Ik moest kiezen wat ik dit jaar ontdekt heb. Ja. En wat ik heel fijn vind. Dat vind ik een mooi merk. Is Medicaid. Ja. Dat is een Brits bedrijf. Die vind ik een heel goede. Hoe noem je dat? Heel goed. Zo goed mogelijk het proberen te produceren. Want volgens mij kan je dat veel beter zeggen. Want iedereen zegt ze proberen natuurlijk mogelijk. Zo natuurlijk mogelijk met verpakkingen die recyclebaar zijn. Niet alles, want sommige dingen zijn plastic. En heb je nodig om goed dingen in te bewaren. Maar ze doen zoveel mogelijk hun best. En daar, ja, en dat vind ik toch dan het belangrijkste. Dit is Medicaid, heet dit merk. En dit is Press and Glow Lotion. Ah. Dus het is een soort hele lichte versie volgens mij van wat jij één keer per maand gebruikt. Dus dit soort exfoliant. Exfoliant in. En wanneer gebruik je dat dan? En dat gebruik ik. Dit gebruik ik regelmatig na het douchen. En doe Press and Glow. En dan doe ik een serum of twee serums en crème en dan opmaken. Maar vrouw, wat heb jij in ontzettend veel producten? Ik heb verschrikkelijk veel producten. Dit is echt een kant die niemand van mij weet. Maar dat vind ik leuk. En dat je ook zoveel van die producten weet die je koopt. Ja, dus dit is hartstikke goed. En die hebben. En ze hebben een hele goede retinol. Maar hoe vang je dit dan? Hé, hey, dat is juist zo handig. Hier doe je een watje op. Je drukt en je watje is nat. Ja, dat stond Press and Glow. Dus het is super handig. Dus je kan hem ook zo doen. En dan kan je je wattentipje erin doen. Ja. En iets schoonmaken. Dus ik vind het sowieso een kleine verpakkings... een heel goed verpakkingsding. Nou, en er zit nul toegevoegde parfum. Ja, nee, want sowieso... Ja, ja voor daar mij, hou ik wel van. Maar parfum hoort voor mij niet in skincare. Nee, helemaal eens. En echt al jaren niet. Nee. Ik vind het heel raar om parfum op je gezicht te smeren. Onze Miracle Blur. Ja, wat vind jij ervan? Nou, ik heb Miracle Blur gebruikt over... Want we zijn echt open kaart aan het spelen nu. Hè? Ja, zeker. Ja, we zijn echt heel open nu. Ik heb hier een blemish. Iets wat gewoon helemaal niet goed gaat. Een soort kleine koraalrif. Ik probeer het weg te poetsen. Ik noem dat het blemish. Uitslag. Oh, uitslag. Een soort rooier. Ik denk van de mondmaskers of zo. Oh, dat is, je hebt sinds kort? Sinds kort, okay. Ja. Dus ik doe daar dan iets, verschillende verzorgende dingen op. En dan wil ik het ook een beetje camoufleren. Daar heb ik ook een tip voor. Als je een blemish hebt en je wil je camoufleren. Want ik weet niet hoe je het nu ziet. Zie je het heel erg? Nee, ik zie het totaal niet. Nee, nou ja. Maar het doet gewoon, ze heeft gewoon uitslag. Ja, dan kan je dit daar. En dat miracle is vooral voor hier en voor hier en hier. Ik doe hem ook heel veel onder mijn ogen. Oh, echt? Ja, zeker. Nee, we hebben net een Miracle Blur 2.0 gelanceerd waar hyaluron in zit. En dan is het helemaal fijn om goed. Dat is echt een hydratatieboost. En het rare is dat ik. En als je ouder wordt, hydrateren, jongens. En als je dus een blemish hebt, of hoe je het ook noemt, uitslag, iets wat niet goed is. Een tyfus. En je wilt toch weg. Dit is niet of de tyfus, inderdaad. Dan val ik altijd terug op Jane Irondale. Okay. Dat is ook een hele, zeer huidvriendelijke lijn. Dit is een mineral powder. Oh, wow. En mineral powder is sowieso
is al een natuurlijk product en irriteert je huid dus niet. Het is een concealer, of niet? Het is een soort poeder, een soort poeder, concealer, foundation. En hij blurt ook een beetje. Ja. En hij is heel goed voor als alles een beetje overstuur is. Ik vind hem ook mooi, dat hij heeft een lichte glans. Ja, nee, ik vind... En zij maakt hartstikke goede poeders, ook goede foundations. Dat is echt, een... Radiant heet hij, is een aanrader. Ja. Fijne structuur ook. Ja. En dit heb je dus op je pleuris gedaan? Op een Great Barrier Reef. Maar hoe komt het dan? Ja, mondmaskers, denk ik. Het is toch een beetje door die mondmaskers gekomen. Maar misschien ook gewoon hormonen. Want dat is ook echt dit. Als ik dus ergens... Sorry, je hebt droge lippen. Jezus, maar jij zit nu al een kleine 20 minuten dit te doen. Oh, hoop je dat ik ga vragen, wat smeer je op je lippen of niet? Nee. Zo commercieel zou ik niet zijn. Dit is een hyaluron lipserum in de kleur Butterfly Kiss. Je hebt echt hele vette lippen nu. Wel heerlijk. Nul velletjes. Ja, echt nul velletjes? Ja. Super hydraterend. I like. Oké. Maar haal jij je velletjes ermee af eigenlijk? Met mijn tandenborstel. Oh, dat was het. Helemaal daarmee. Jij wel. Jawel, ik heb een soort lipscrub. Ik dacht, heb je geen lipscrub? We hebben het net heel lang over gehad. Bevalt niet. Nee, we hebben het niet over speciale lipscrub. Nou, laat maar. Ik begrijp er helemaal geen ruk van. Ik wou zeggen dat altijd eigenlijk het belangrijkste... Ja. Vergeet je altijd. Wat dan? Nou, ik vergeet dus ook heel vaak mijn tandenborstel. Dan heb ik dus echt alles bij me. Ja. Behalve mijn tandenborstel. Dus nu heb ik het belangrijkste vergeten. Wat ik eigenlijk het allerbeste product vond van dit jaar. Wat dan? Je tandpasta? Nee, dat is dit. Het is een hele goede crème CC cream. En ik ben hem vergeten. Want hij is zo... Maar gebruik je dan de CC cream op dagen dat je minder rood bent? De CC cream gebruik ik altijd. Dus toen ik met jou aan het dansen was, of ik heb gebruikt altijd... Maar deed je geen foundation op? Nee, dit is die CC cream. En die is best dikker. En die heeft gewoon een supergoeie... Kan je het? Ja, het is een BB cream, hè? BB, sorry. Maar ja, ze hebben ook CC. Die zijn ook goed. Ze hebben ook een redness correct voor hieronder. Maar als je alleen dit opsmeert en er zit zonnebescherming in... Zit alleen een heel klein beetje parfum in. Maar ja, dat is misschien omdat... Ja. Okay, maar het is, ik heb het aan heel veel vrouwen aangeraden. Ja. En die zijn er allemaal super blij mee. En ze hebben ook hele makkelijke concealer sticks. Concealer sticks, ik hou daar ook van. Ja. Want ik zag dat die... ik zag bijvoorbeeld dat Bobby Brown... waarvan ik niet wist dat Bobby Brown helemaal niet meer van Bobby Brown is. Nee, is van hetzelfde bedrijf als MAC. Ja, en zij heeft nu een hele lijn uitgebracht... met dat alles in een potlood zit. In een dik potlood. Ja, hou ik ook van. Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ziet er ook heel mooi uit. Maar dan heb ik dat is hier nog niet te koop. Maar dit is gewoon echt een... goeie CC cream. Niet te duur, niet te goedkoop. En waar koop je die dan? Online. Online. Ja. Nou, dit was het. Dit was Buitenhof. Ja. Dit was het nieuws wat je echt niet kon missen. Nee, dat was het. Ik vind het wel jammer dat ik eruit zie als een soort combinatie van Bassie en Adriaan. Ik heb jou nog nooit anders gezien. Hou nou op, Jitske. Je hebt altijd, je bent wel die paradijsvogel die je eigenlijk niet wil zijn. Wat het moeilijk maakt. Accepteer het, omarm jezelf. Oké, dus volgende keer maak ik van jou een paradijsvogel en jij maakt van mij een hele... Nou, dan mag ik wel gaan sporten, denk ik. Nee. Het komt helemaal goed. Ik maak jou een soort van... Ik ga jou een beetje downtonen. Oh, wat een goeie. Ik ga jou uptonen en jij gaat mij downtonen. De up- en downtoners. Ja, toch? Ja. Nee, dat vind ik een heel goed idee. En neem even deze plant mee. Ik ben ook heel erg van planten. Die is super mooi. Oké, nou dat was van Bassie en Adriaan. Ja, dit was hem. Dit was hem. Thanks, folks. Yes, thank you.